Rebel is een heel, heel heavy film, een heel groot spektakel en een must-see. Muziek is voor mij de hoofdrol van de film. De film is moeilijk, dus muziek maakt het een beetje kalmer. Het was voor mij echt leuk om de teksten zelf te kunnen schrijven. Die hebben me gewoon gezegd, oké, carte blanche, doe maar wat je wilt. Sommige mensen, als ze horen dat dat een soort musical is, zijn ze een beetje schrik, want ja, musical op zo'n thema, hoe gaan ze dat brengen? Musical zien we in La La Land, niet in een Daesh-film. Ja, het thema is, een familiegezin met twee broers en een mama. De grootste zoon, dus ik speel Kamal, vertrekt naar Syrië. Hij gaat snel zien dat hij een heel groot fout heeft gemaakt en hij gaat er zijn familie helemaal in sleuren. Ja, we hebben heel veel films gezien op hetzelfde thema, maar nooit op deze perspectief. En ook niet met regisseurs die ook hetzelfde geloof hebben. Het belangrijkste is dat wij een andere perspectief tonen en ook iets anders brengen aan het scherm. En nu pas is er een film met deze thema die moest gezien worden. Er zijn wel jongeren die naar Syrië zijn vertrokken, maar dat waren ook goede mensen. Dat wilden we tonen met Kamal. Daarom dat Kamal echt iets anders is dan al die ISIS-strijders met hun vrouwen. Ja, het was heel heavy om te draaien. Ik had heel moeilijke scènes, veel martelscènes. Ik was echt in die rol en ik had het precies het gevoel dat er geen cinema was. Na de draaidagen was ik even... Ik wou niet meer veel geluid horen. Ik had wel 4 à 5 maanden nodig om echt te kunnen rusten en alles uit mijn lijf te halen. Maar het was wel belangrijk om het te doen. Niet de eerste keer dat je met Adil in Belal gewerkt hebt? Inderdaad, ja, inderdaad. Ik had de hoofdrol in Black gespeeld toen ik 18 was. Die hebben me ook zien groeien. De eerste keer dat ik voor een camera draaide, was met hen. Die zijn niet veranderd. Dat zijn steeds dezelfde boys. Dat is niet altijd werken, regisseur, acteur. Nee, dat is soms ook grote broer met kleine broer. Het raarste is, in de twee films van Adil en Belal, ik heb 1 keer de kleine broer moeten spelen en nu de grote broer. Amir El Arbi, de kleine broertje van Adil. Hij was 10 toen we draaiden en ik vraag me nog steeds af hoe die kleine heeft dat gedaan.